Welkom bij een nieuwe piepshow met een, een viertal onderwerpen. En um, ja, de, de, de hoofdrolspelers van de laatste maanden zitten er gewoon weer in. Ubisoft, Xbox en Playstation. Het lijkt wel alsof die elke keer wel iets te brengen hebben. Een vorm van onrust, onlust, ruzie, misvattingen, weet ik allemaal wat. Um, en Ubisoft, daar beginnen we mee. Want uh, Ubisoft, uh, niet iedereen heeft dat helemaal... Is dat opgevallen? Maar Tencent heeft dus weer um, ja, wat, wat nieuwe aandelen uh, gekocht daarin. En, uh, dat was wereldnieuws, toch? Ik bedoel dat ja, vond je dat wereldnieuws? Ja, ik, ja. ik, vond, ik ja. zag het overal terug. Uh... Oh, Oké, okay. nou dan heb ik het wat gemist. Ik, ik, ik kreeg een appje daarover van, van een community lid. Overigens, hartstikke bedankt. Ik krijg veel tips uh, van dingen. Ik kan niet alles doen. Soms vind ik het net niet sterk genoeg. Weet ik er te weinig van. Maar ik vind het heel tof dat jullie ook nu dit soort zakelijk nieuws in de gaten houden. Um, dit kreeg ik ook binnen, inderdaad. Het is wat ingewikkeld, Boris. Je hebt er een klein beetje je erop inge lezen als het ware van wat is er nu namelijk aan de hand nou wat wat er aan de hand is is dat uh, ubisoft uh, een beursgenoteerd bedrijf is ja uh, de prijs uh, aan de aan de beurs van uh, van parijs um, Opgericht door de Guimau Brothers, waarvan Yves Guimau de bekendste is. Maar zijn broer had uh, ook een videogamebedrijf. En goed, ze hebben dat imperium opgebouwd. Ze zijn op een gegeven moment naar de beurs gegaan. En daar hebben ze gelijk allerlei problemen over zich afgeroepen. Want um, ja, dat betekent dat je ook een prooi bent van kapitaalkrachtigere partijen... die zoiets hebben van... nou, ik wil eens eventjes uh, dat, dat leuke videogamebedrijfje... dat wil ik wel overnemen. Mm -hmm. In het verleden hebben we dat gezien. Ooit was John de Mol nog voor 20% aandeelhouder ja. in uh, Ubisoft. Goedemorgen. Die heeft zijn aandelen verkocht op een gegeven moment. Uh, veel te vroeg, uh, in mijn optiek. is <laughs> verkocht. Um, daarna hebben we nog uh, voorbij zien komen... een strijd met EA en een strijd met Vivendi. Vivendi ja. was het laatste. Vivendi had een uh, vijandig bot gedaan ook een Frans uh, bedrijf. Um, um, in Frankrijk... heb je een behoorlijk strikte wetgeving... als het gaat om buitenlandse partijen... Ja. die Franse bedrijven willen overnemen. Ze zijn ontzettend chauvinistisch. Ze houden daar niet van... Um, dus dat moet allemaal langs de rechtbank... en een goedkeuring geven voor de overheid en weet ik veel wat. Uh, maar goed, Vivendi, omdat het een uh, Frans bedrijf was... had uh, uh, wat minder moeite om eventueel een vijandig bod uh, mm -hmm. uit te brengen. Uh, Ubisoft heeft zich kranig verweerd, onder andere in de media. Yves Kimol heeft uh, meerdere keer gezegd... dat hij niet gediend was van het overnamebod. Ze gingen er niet aan meewerken. Ze gingen partners zoeken om het vijandige bod uh, af te slaan. Ja. Eén van die partners die ze toen gevonden hebben... om dat bod af te slaan, was Tencent... Mm -hmm. En uh, de Chinezen komen helpen. De Chinezen waren komen helpen, nou, die doen natuurlijk niks voor niks. Uh, de Chinezen waren ook geïnteresseerd in overnamebod. Uh, alleen um, Yves Guimauw is altijd uh, in de veronderstelling geweest: van, Ja, die, die Chinezen die kan ik wel op een afstandje houden. Daar ja. kan ik mee praten. En Chinezen hebben een hele andere business mentaliteit dan bijvoorbeeld de Amerikanen of Europeanen, of de, vooral de Britten. Weet je, die zijn, die zijn vrij agressief. Amerikanen ook, en uh, die Chinezen zijn veel meer go with the flow. Dus dat vond hij even wel leuk, en die had gewoon zoiets van: Nou, ik kan die Chinezen, dat kan ik tenminste die kan ik een beetje op afstand houden. Um, nou goed, nu is uh, Ubisoft opnieuw in uh, zwaar weer gekomen. Het rare is dat ze, denk ik, zelf naar buiten hebben gelekt. Een tijdje terug dat ze uh, interesse hadden in een overname. Mm -hmm. um, nu wordt deze aandelen deal met Tencent gebracht als een bescherming. Tegen vijandelijke overnames. Mm -hmm. Wat ik raar vind. Want of je bent op zoek naar een overnamepartij. of niet. Weet je, maar je gaat niet een overnamepartij in huis halen. om vervolgens te zeggen: Van nu heb ik het kapitaal. om een vijandige overname tegen te gaan. Mm -hmm. bedoel, wat, wat is dat nou ja. weer? Maar goed, anyways. Uh, blijkbaar is dat gewoon een riedeltje. wat hij wat makkelijk afsteekt. En nu weer. Um, je hebt het bedrijf Ubisoft. Daarboven zit een holdingmaatschappij. van de Gimo... Broers, ja. dat heet Guimau Brothers Limited, dat ja. bedrijf. Dat bedrijf heeft uh, 30% van het stemrecht en pak bij beetje 15% van de aandelen in Ubisoft. Nou, dat meestal is een aandeel uh, gelijk aan het stemrecht, dus dat is opvallend. Mm -hmm. Het gebeurt wel vaker, hoor, dat dat oprichters en directie dat die een soort van wat meer controle willen houden bij een aandeeluitgifte, dan doen ze dit soort constructies. Nou, zij uh, hebben natuurlijk allemaal een soort van controle-issue uh, die Gimelbrust. Dus die willen niks loslaten. Maar goed, het is superopvallend dat Tencent uh, niet zozeer aandelen Ubisoft heeft gekocht, maar nee. aandelen in de holdingmaatschappij heeft gekocht. Um, dat wil ze dat is iets anders dan een aandeel in Ubisoft. Dus ja. ze hebben in totaal 300 miljoen uitgegeven. Uh, daarvan is 200 miljoen bedoeld om gewoon 50% van de aandelen in holdingmaatschappijen... Ja, 49,9. Ja, dat okay. ene procentje of de ene tiende, dat maakt nou juist dat ze dan als het ware dan niet hebben ze de hebben. Dan meerderheid. Ja, tuurlijk. Ja, ja. Natuurlijk. ja dat, is, dat is het hele ding. Uh, en ze hebben 5% van, die van het stemrecht overgenomen. Dus um, nou ja, Ubisoft heeft nog steeds uh, uh, pak een beet uh, 25, een kleine 25% stemrecht. Of uh, sorry, de Gimobroers hebben nog steeds 25% stemrecht Um, en ze hebben ook een lening gekregen van 100 miljoen van Tencent. Waarbij ze zelf zeggen: Ja, dat kunnen we gebruiken om een vijandige overname mee uh, af te slaan. Met andere woorden, daarmee kunnen we aandelen terugkopen. Nou, dat doe je alleen eigenlijk als je verwacht dat de aandelenkoersen nog omhoog zullen gaan. Ja. want als je nu goedkope aandelen kunt terugkopen. dan kun je ze straks weer tegen meer geld verkopen. Dus ja. dat, nou goed, dat is een constructie die, die komt veel voor. Um, we zien uh, de beurskoersen reageren als door een wesp gestoken. Wat jij hier uh, geopend hebt, dat is ja, maar liefst... Uh, dus feitelijk uh, hier, 18, hier en een half, gebeurde het. Ja, 18,5 procent zien we. De, in, in totaal was het zelfs iets meer. 19 procent, zelfs de prijs is een heel klein beetje opgekropen. Maar we zagen een drop van 19 procent uh, in de aandelenkoersen... naar 37,67 euro nu. Um, dat is opvallend, omdat um, door uh, de aankoop van Tencent... er ook gelijk een nieuwe waardering aan Ubisoft komt... Te hangen, want ze kopen x aantal aandelen voor een bepaald bedrag. Dat betekent dat als je één aandeel koopt voor zoveel geld, dan weet je dat alle aandelen zoveel mm -hmm. waard zijn. Nou goed, dat reeksommetje kun je maken en dan kom je uit op een waardering voor 10 miljard euro totaal voor Ubisoft. Um, en dat wil zeggen een aandelenkoers van 80 euro per aandeel. Nou, daar zitten we nu ver onder. Ja. Ik bedoel 37 euro per aandeel. cent heeft ook van 80 euro. Ze waren een maand geleden zeiden ze al dat ze tot 100 euro wilden gaan. Ja. Klopt uh, nou, dat, dat hoeft niet, maar, want je ziet dat Maar goed, het is je moet je voorstellen, als je Tencent bent en je wilt een controlerend aandeel uh, verschaffen in een bedrijf als Ubisoft, dat kan niet zomaar. Ik bedoel, mm -hmm. jij en ik en wij allemaal, we kunnen inloggen op, onze, uh, op ons platform wat we gebruiken om aandelen te kopen. En dan zeg je van, nou, doe mij maar een aandeel Ubisoft, weet je. Ja. Nou, dan betaal je 37,64 euro, dan heb je een aandeel Ubisoft. Uh, leuk, maar als jij bijvoorbeeld uh, 5 of 10 of 15 procent van de aandelen zou willen hebben, um, dan, dan is dat wat minder. Dan moet je... Dan moeten de, de, uh, de raad van bestuur moet daar misschien wel over stemmen. Uh, de kans is groot, omdat het in uh, Frankrijk is... dat je ook nog langs een of andere juridische procedure met de overheid... daar moet om goedkeuring te krijgen. Enzovoort, ga ze, ze maar verder. Uh, heel erg ingewikkeld. Is dus Ubisoft die neemt een shortcut. Uh, sorry, Tencent neemt een shortcut. shortcut om, uh, uh, ja, om eigenlijk zijn tentakels verder te verstrengelen ja. om Ubisoft... Uh, de Gimmo Broers hebben wel allerlei voorwaarden gesteld aan deze deal. Dus Tencent kan acht jaar lang niet meer aandelen kopen. Um, nou goed, er is nog van alles en nog wat wat ze allemaal niet mogen. Dus ze mogen aandelen vijf jaar lang niet verkopen. Uh, allemaal lekker belangrijk, denk ik. Want Tencent heeft een lange termijn visie. Mm -hmm. uh, dit soort bedrijven zijn voor Tencent interessant. Um, ja, dat is dus. het, het ding. Is. Um... De aandelenkoers stortte dus in elkaar. Uh, zo kunnen we het rustig noemen. Op het moment dat bekend werd dat Tencent dus inderdaad geïnvesteerd had in de gmo Brothers En waardoor ze dus uh, groter, dat de GMO Brothers ja. dus een groter uh, deel aandelen hadden. En de reden daarvoor is heel simpel, um, de markt. Had nu het idee van oké, okay, dat betekent dat geen andere partij, Microsoft, uh, weet ik veel, noem maar wat, een Embracer Group uh, Ubisoft gaat kopen. En dit is duidelijk dus een aanklacht. Want wat hier gebeurt is dat Tencent dus eigenlijk zegt, uh, ook omdat ze het stemrecht allemaal niet zo belangrijk vinden, van Guillermo. Ik nou, vind het heel belangrijk. Ja, oké, okay, maar Guillermo, jij, jij moet Ubisoft uh, voor ons gaan leiden. Weet je wel, ga, ga maar door. Nee, met de... kan, het is, dat is het niet. En ik denk eerlijk gezegd, nou ja, dat is wel wat aandeelhouders dachten van oké, okay, het wordt nu niet verkocht door aan een, een, een echt een andere partij. En waardoor de Guillermo Brothers eruit gaan. Nee, de Guillermo Brothers blijven aan het de, aan de roer bij Ubisoft. Dat betekent gewoon dat zij niet vertrouwen dat, dat het beter gaat komen. Dat het nee. Goed nee gaat nee, komen. Nee, je, er is iets anders aan. Wat er, wat er met die uh, aandelenkoers aan de hand is, waardoor dat zo naar beneden mm -hmm. gaat. Um, doordat je weet dat er niet... Kijk, waarom zou je een aandeel willen hebben in een bedrijf? Weet ja. je? Nou, in eerste instant... Er zijn twee grote redenen. Ten eerste zou je kunnen zeggen van oké, okay, um, je, uh, mee... je wil investeren in dat bedrijf. En daarmee wil je dus uh, mee verdienen aan de toekomstige winst van dat bedrijf. Dus als jij zegt van nou, een bedrijf, ik verwacht dat die zoveel winst gaan maken. Dat betekent dat ze dividend gaan uitkeren. Dat betekent dat ik voor de aandelen die ik heb, dan krijg ik wat geld terug. Nou, dat maakt een investering interessant. Uh, een tweede reden zou kunnen zijn... Als jij verwacht dat de aandelenkoers heel erg omhoog gaat, nou, dan zou je daar je winst kunnen halen. Dat je zegt van nou, ik koop nu in voor bedrag, uh, ik voor 37 euro, nog wat. Dan kan ik het straks verkopen, misschien wel voor 80 euro of 100 euro, weet ik wel. Nou, dat laatste aspect is nu uit de prijs omdat het duidelijk is dat er zometeen niet een Microsoft of een Embrace groep of wie dan ook langskomt en zegt van wij betalen 100 euro per aandeel en willen alle aandelen hebben. Dat kan gewoon niet. Sowieso kon dat al niet. Dus die prijs was al niet uh, uh, heel erg. Um, uh, uh, hoe noemt het rationeel. Um, maar in ieder geval. Um, dat hele argument valt nu weg omdat je ze langs Tencent moet. Dus elk mm -hmm. vijandig bot moest. Ja, de Tencent. Okay. Nou, Tencent is ongeveer een van de, van de rijkste bedrijven ter wereld. Hun intenties zijn duidelijk: zij willen gewoon Ubisoft overnemen. Um, Microsoft gaat er echt niet tussen komen. Microsoft is hoe groot en hoe rijk ze ook zijn, Tencent is groot en rijk genoeg om mm -hmm. die partij van, van het lijf te houden. Um, dus wat er overblijft, is alleen nog maar de toekom een eventueel dividend. Vanuit van waardering gebaseerd op toekomstig behaalde resultaten. Ja. Waaruit je dividend kunt halen. Nou, die resultaten op dit ogenblik voor Ubisoft zijn ronduit slecht. En ze verwachten dat het ook niet beter gaat. Worden. Nee, natuurlijk niet. Ja. Ik bedoel, we hebben die Ubisoft voorwoord gezien. Nou, sorry, maar daar moeten we het zo misschien over hebben. Ja. Maar dat is niet de reden omdat je zegt. Van, ik ga nu al zijn gekke aandelen kopen. Want het was zo goed mm -hmm. wat ik daar gezien heb. Daar gaan uh, de verkooplijsten gaan, uh, gaan daar van onderste naar boven. Nee. Dus, dus dat is ook niet aan de hand. Dus ja, er blijft binnen er weinig over waarom je een aandeel Ubisoft zou willen hebben. Dus die, die aandelenkoers uh, keert eigenlijk terug naar zijn naar, naar, naar reële waarde. Mm -hmm. Omdat al die speculatie eruit is. Dus nu heb je gewoon een bedrijf wat niet echt lekker loopt. Wat ja. creatief gezien op een dood spoor zit. Nou, hoe wordt dat gewaardeerd? Nou, met, met 37 euro voor een aandeel, Maar als wel al minder ook. Kijk, wat denk ik een hoop mensen denk, uh, denken is dat Guillermo dit tij niet kan keren. Nee, dat kan die ook niet. Nee, Ik en, denk maar die... Tencent investeert wel. Ja, je weet nooit wat Chinezen willen. Hè? Ik bedoel, dat, dat dat geef je toe, het zijn een beetje mystieke mensen. Dus over het algemeen komen ze wat meer zo van, hey, hier heb je het geld, ga investeren. Maar uiteindelijk willen ze natuurlijk ook gewoon de macht, wel Amerikanen al meteen. Nee, maar het gaat niet om macht. Het gaat om die die. die weet je, tuurlijk. Dan uh, moet iemand anders zou. Dat zou een oplossing zijn van, oké, okay, management er helemaal uit, komen nieuwe mensen in. Maar dat zijn verschillende Bam. dingen. Kijk, Yves Guimot is klaar als CEO van Ubisoft. Dat ja. weet ik 100% zeker. Waar zie je dat aan? Dat hij gewoon nu uh, zijn aandelen in zijn holding verkoopt. Dat mm -hmm. is nogal wat. Hè? Je verkoopt ja. niet de aandelen in je bedrijf, in je werkmaatschappij. Nee, je verkoopt de aandelen in je holding. Mm -hmm. Dat betekent dat je zelf met pensioen wil. Dat, dat is wat dit laat zien. Want je verkoopt niet uh, aandelen aan een partner in je holding om, om vervolgens te zeggen van nou, die ga ik nog wel een keertje terugkopen. Nee, maar alles wat je in de toekomst gaat doen, doe je vanuit die holding. Geen als, kat in het, in het zo van, nou, misschien kan ik me dan toch nog een beetje op het plus blijven zitten. Nee, helemaal niet. Hij wil met pensioen en ik denk ook dat hij dat hij uh, uh, kijk, als dat zo was, dan had hij wel aandelen Ubisoft verkocht, want hij heeft zijn, met zijn 30% voting rights. Ja. Je krijgt hem niet weg uit Ubisoft. Ja. en um, zelfs als ze hem als directeur zouden ontslaan, zou hij als aandeelhouder nog gewoon ontzettend veel zeggenschap hebben, mm -hmm. buitenproportioneel veel. Dus dat uh, het feit dat hij wat van die zeggenschap verkoopt en 100% zeker heeft hij met Tencent besproken van oké, okay, hoe gaan we door in de toekomst? Hij zegt van nou, jullie mogen acht jaar lang niet meer aandelen kopen. Nou, je hebt best wel kans dat hij, ik weet niet hoe oud Yves Guimaud is nu... Maar je hebt best wel kansen dat je zegt van, Nou, ik ga het afbouwen. Mm -hmm. en, uh, uh, over twee jaar stap ik uh, op als CEO van Ubisoft. En over vijf jaar uh, wil ik niet meer in de Raad van Bestuur worden, uh, zitten. En over acht jaar, nou, dan is het helemaal van ja, mag je alles overnemen. Dat, dat, dat hij zoiets ja. de, uh, bedenkt, dat zou heel goed kunnen. Um, maar hoe dan ook, ik bedoel, het is duidelijk. En je zag het ook bij de Ubisoft Forward. Um, de rol van Guillaume is uitgespeeld. Hij Staat niet meer op het podium. Hij is. Nou, uh, hij, wa hij was natuurlijk wel om Assassin's Creed aan te kondigen. Ja, maar goed, het, het is een. Het hij is ook het gezicht van, het, van die nee. misbruikzaken geworden. Ja, nee. Wat het ook het. was, die ja, seksuele ja. intimidatie. Wat er ook aan de hand was bij Jules, hij is ja. daar het gezicht van. Ja. En ik denk dat hij zich realiseert, ondanks dat het een kleine narcist is, weet ik zeker. Maar de, ondanks dat, denk ik dat hij zich realiseert dat um, dat zijn tijd voorbij is mm -hmm. en ik denk nog niet eens zozeer vanwege die die die, die, die aanklacht in zak ik denk dat hij dat zelf niet eens zo serieus neemt want je zag hem in eerste instantie reageerde hij ook amper op we hebben eigenlijk niet zoveel gedaan um, ik denk dat het uh, toen hij eenmaal zag wat voor imagos te gade het had heeft hij is hij in gaan grijpen uh, maar ik denk dat het grootste issue is gewoon uh, creativiteit ja hij is niet in staat om Ubisoft een nieuwe richting te geven en laten we eerlijk zijn we hebben inmiddels de bodem bereikt lijkt mm -hmm. het wel weet je hoe gaat dit bedrijf in godsnaam nog zichzelf uitvinden als we aan de vooravond staan van een wereldwijze, wereldwijde economische crisis, waarin entertainment ook echt zware klappen gaat krijgen, waarin Ubisoft nog niet eens in staat is om, om, een, om, om een creatieve nieuwe IP uh, te tonen, weet je. Het is allemaal hetzelfde. Ja. En uh, wat ze uitbrengen, dat lukt ook vaak nog niet eens goed, weet je. Dus, nou, nu maar al hun geld op een zesde street, laatste overgebleven bastion ja. wat ze nog hadden. Ja, het is eindig. En ik nee. denk wat dat betreft, ik denk dat Tencent gewoon anders kijkt. Die heeft zoiets van: oké, okay, ik zie allemaal IP's die heel sterk zijn. Uh, wij hebben development kracht. Uh, uh, weet je, we kunnen dat zo erin fietsen. Uh, misschien die studio in Montreal nog en in Toronto. Misschien is dat interessant, ik weet het niet. Ik... Ja, dit is, dit, dit, overigens heeft Guillemot vandaag of althans vanochtend nog weer bekend gemaakt dat ook andere bedrijven nog steeds uh, aandelen kunnen kopen. Waarschijnlijk ook in een reactie op, op het, uh, de plof van het, uh, uh, ja, van het aandeel. Dus t, dat het wel open staat. Um, ik was natuurlijk even, uh, en ik uh, bedoel ik kan pas wat vertellen over wat ik daar gedaan heb pas uh, na de 22 Maar ik was in Parijs bij Ubisoft op het hoofdkantoor. Stemming is om te snijden? Uh, nee, ja, dat nog niet eens. De, de security was echt Immens, ik kon nergens vrij lopen eigenlijk, als het ware. Dat, dat was heel, maar dat had ook te maken met, met, met de game die, die, um, die er was. Dat uh, vond ik. Onfant. Maar het, wat mij opviel, gigantisch groot. Dit is immens, dat is gewoon een fucking campus, weet je wat ik bedoel? En dat ja. is één. Dat is in Montreal ook zo. Eén van, ja, nou ja, goed, ik, laat, laat ik het zo zeggen, ik kan het nu wel even erbij pakken, want dat is eigenlijk een ander onderwerpje, uh, gewoon eigenlijk voor de lol. Ik moet even kijken of ik het kan vinden hoor. Eén, twee, drie. Nou hier zit, uh, even kijken. Uh, Waar is hij? Ja, hier is hij. Um, dit is namelijk bijvoorbeeld een plaatje. En het, is gewoon, het is niet eens een onderwerp, maar ik, ik zag het in één keer: en dat ziet even hoe de industrie langzamerhand in elkaar verschrompelt tot een aantal grote partijen. Nou, ik pak even het partje Ubisoft. Kijk eens hoe ongelooflijk veel studio's die gasten hebben. Dat is ja, echt. Maar, weet je, ik, dit, dit is een hele heleboel... mooie ja. pie chart, maar dit is als je kijkt naar wat de omzet is. Nee, nee tuurlijk, tuurlijk bedrijf, dat weet ik. Maar dat bedoel ik van dat het probleem is. Uh, 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 ze hebben zo, ze zijn zo gigantisch gegroeid. Maar 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 kijken, Microsoft heeft twee icoontjes, Activision Blizzard. Dat die twee icoontjes alleen zijn nog groter tuurlijk. dan heel Ubisoft. Maar het gaat erom van ze hebben geld nodig om al die studio's. Dat moet allemaal uh, uh, constant. Maar zijn dat van studio's? Ik, ik bedoel, nee, ze zijn ja, ook kleine. Maar wat bedoel ik? Ze zijn allemaal ik ben bij Ubisoft in Shanghai geweest. Ik ben bij Ubisoft in Montpellier geweest. Dat zijn gewoon echt een lopje naar binnen. En daar werken misschien een keer 20, 30 man. That's it. Maar ze hebben in totaal volgens mij meer dan 10.000 man in dienst. Ik bedoel, dat als een molensteen hangt dat om de nek. Vooral als je geen kaskrakers produceert. Exact. Kijk, waar Embracer Group natuurlijk gigantisch is... en die pie chart klopt inderdaad niet qua grootte natuurlijk... En Razor heeft een ander model. Van, dat zijn allemaal los studio's. En in principe zijn die soort van onafhankelijk. Moeten een beetje. Hè. Ze moeten wel presteren. Als ze niet presteren, hop, flikkeren ze er gewoon weer uit. Ja. Um, Ubisoft moet dit allemaal onderhouden. En je ziet ze nu van fucking hell. Wat moet ik allemaal gaan maken? Want, dus, ja, nu gaat bijna de helft die gaat Assassin's Creed producten maken. Um, maar dan gaan. Ja, dit, dit is natuurlijk. Voor, voor iemand die echt zou overnemen, zou het eerste zijn: van misschien moeten we gewoon maar eens gaan snijden, weet je wel. Nee, maar de, omdat Tencent werkt wat dat betreft een beetje zoals die Embracer groep. Weet je? Klopt, ze hebben ook bijvoorbeeld net een aandeel in From Software genomen. Ja. Um, je ziet dat Tencent geïnteresseerd is in IP's vanuit dat perspectief. Is Ubisoft Maar From software is een winning IP, dus dit is ja, wel opvallend. Van dit is Ubisoft is een, een een losing IP. Wat langzaam weg en toch zien zij er iets in. Ja, maar omdat ik denk dat hij dat hij uh, dat um, hij, uh, ik denk dat het wel degelijk interessant is mm -hmm. um, en en. Weet je, veel van die IP's van uh, Ubisoft die zijn een beetje in verval aan het raken. Weet je, ja. Rainbow Six is nogal sterk. Maar weet je, ik weet niet eens wat Let's Dance nu bijvoorbeeld doet. Ja, maar doet ik nog weet al, dat nog wel aardig, Far Cry ja. is steeds een beetje ja. minder. Uh, Assassin's Creed steeds een beetje minder wat dat betreft denk ik, uh, uh, maar ze hebben gewoon nog zo ontzettend veel meer, weet je, en ze hebben ook die historische, die, weet je, zoals met Uno, Nintendo, uh. met die rabbits, dat vind ik ook een ding inderdaad. Die PC-markt met Blue Byte, dat is een studio die ze hebben. De doen ze in het Anno, Settlers, mm -hmm. dat soort games. Nou, die zijn gigantisch, weet je, heel erg interessant. Um, Ubisoft heeft echt wel een, 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 een rijke historie. Ik snap wel tuurlijk, de dat dat wel. En dan ook, dat is een ander ding. Ik bedoel, een waardering van 10 miljard voor uh, Ubisoft is voor Tencent gewoon niet zoveel. Dat nee. zou voor de Embrace groep wel weer veel zijn. Weet je, die kopen echt een soort van idols voor, wat was het? Ja. 100 miljoen of zoiets. Ja, 250 echt? of zoiets. Ja, zo ja. Echt, echt gewoon. Uh, die, die doen alleen een uitverkopen. uitverkoop. Ja, Ubisoft is, is, is hoe het nou, te groot voor het tafellaak en te klein voor het zakdoek uh, of het servet of zoiets. Ik bedoel, ja. of, Nee, dat klopt ook. Uh, maar uh, ik snap ik bijvoorbeeld ja. heel goed Goed dat Microsoft niet uh, op die manier geïnteresseerd was, omdat um, Microsoft is die is echt op zoek naar development talent. Mm -hmm. En wat je nu ziet is voornamelijk el bittere ellende bij die studios. Weet ja. je? Ik bedoel gewoon ge ontzettend veel gezeik over de werksfeer, uh, uh, niet in staat om met creatieve uh, nieuwe stroom van 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 titels te komen. Uh, daar is Ubisoft trouwens dat ik moet zeggen, ik zeg dat vaak over Ubisoft, maar Ubisoft is echt niet de enige. Er zijn heel veel uitgevers nee, die hetzelfde dat probleem ik. hebben. Um, dus dat, en dat is ook moeilijk, gewoon. Maar ik vind namelijk, als je die pie chart, wat daar zo verneukuratief aan is, mm -hmm. is dat het suggereert dat wat je daar ziet, dat dat de hele industrie is. Ja. Dat is niet zo. Het nee. is dat, dat de Triple E-industrie. Het is de Triple industrie Ik denk dat de Triple E-industrie in dat misschien. Minder dan de helft van de totale gamesindustrie vertegenwoordigt. Mm -hmm. Want als je kijkt naar wat er op indie gebied gebeurt, uh, uh, ja, dat neemt alles over. Weet je, als je kijkt naar wat er gebeurt met oude titels die opnieuw te ja. worden. De, de gaming is heel erg aan het diversificeren. Weet je, ja. het gaat alle kanten op. Ja, het grootste deel van het geld wordt ook natuurlijk nog mobile uh, verdiend. Um, nee, maar indies hebben zeker wel natuurlijk, dat, dat is een opkomst omdat, het, omdat gamers ook weer afgekeerd raken van. Maar uh, dat gaat steeds meer gebeuren. We, weet ja. je, we, we, hebben, we hebben dat eerst in het begin. En hadden ze iets van, hé, hey, wat grappig dat bijvoorbeeld, uh, ik zeg maar wat uh, 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 hoe heet het? Sim City werd uh, ingehaald door City Skylines. Mm -hmm. En City Skylines was een indie-game die eigenlijk het concept van Sim City namaakte ja. en het verbeterde. En dat zien we inmiddels bij al die titels, weet je, we zagen. Uh, um, uh, hoe heet het uh, de, de pubg weet je de originele battle royale killer was was ook een uh, een, een, een indie game fortnite is mm -hmm. op zeker een zekere zin een indie game um, en je ziet gewoon steeds meer indies gewoon die 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 gevestigde bastions overnemen ja. die door triple ik ik bedoel ik denk dat het een kwestie van tijd is voordat er een hele goede indie voetbalgame komt weet je en dan uh, die die schopt gewoon iedere ja. ja, uit ja licenties dat blijft het probleem ja maar dat die is, die is, FIFA nu ook kwijt, zometeen weet je dat hebben ze ook niet van opgesort. de clubs van FIFA. Ja, nee, de clubs, ja, nee, maar daar dan, ga je al. Weet je, dus dat de clubs onderhandelen ze zelf. Dat is het probleem. Dat ja, is gewoon peperduur en dan FIFA er bovenop. Dat maakt dan het helemaal te duur. Begrijp ik, maar ja. FIFA is ook nog een goede game. Maar wat als er straks een betere indie voetbalgame uitkomt, ja. weet je, dan zijn die namen ook niet meer zo... Dan gaan we weer naar, weet je nog dat Bij je nou, was het niet rijkaart, maar was het blijkaart of zoiets. Ja, weet je dan heten al die spelers krijgen dan een beetje. Dan krijg je zoiets weer. voor mainstream is dat wel belangrijk. Maar goed, dat is dat. Is, dat ja, ja dat, absoluut. Dat, maar... is een, dat is een andere discussie. Nou ja, daarom vind ik. Het vreemd dat um, de oplossing, denk ik, voor Ubisoft, vanuit mijn perspectief, is gewoon: ga weer even terug naar wat je, wat je was. Weet je wel, ooit is een, 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 een developer die gewoon twee, drie Hele goede games maakte, vernieuwend bezig was, risico's durfde te nemen. Men durft niet meer omdat het zo groot is, omdat ze die hele toko draaien moeten houden. Uh, en wat je dan krijgt, is je inderdaad, van oké, okay, we gaan nu het komende drie, vier jaar komen er werkelijk waar. Er komt een Netflix serie er komt een mobile game op Netflix, er komt gewoon een mobile game, er komt dan in Infinity een soort van platform, er komt er gewoon een losse game. Allemaal assassin's creed. Ik heb er een apart item over opgenomen, omdat, omdat uh, met Jelle, omdat ik me afvraag van. Is de, 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 de franchise Assassin's Creed is zeker sterk. Ik bedoel, het is een van de grotere titels, maar het is geen Mario. Een Mario kan je dat is zo dat dat is epi, dat is zo veel groter. Uh, daar kun je heel veel spin-offs mee maken. Ik hmm. weet niet of Assassin's dat is, maar ze gokken er wel op, want ze kunnen verder niets veel anders. Nah, ik ik, ik weet het niet. Wat ik zei, ik, kijk, de games die je nu voorbij ziet komen, weet je, bij zo'n... Dat, dat is natuurlijk al vijf jaar lang in ontwikkeling, of weet ik ja. wat, weet je Ik bedoel, dat dat is een richting... Maar ze zijn... hebben ooit gezegd, we gaan het niet meer doen. En in één keer doen ze het weer wel. Ja, maar omdat ze... Tuurlijk, ze hebben niks anders. En ik denk er eigenlijk... Wat, wat ik echt denk wat er gebeurd is... Ze hebben een aantal games hebben ze gelanceerd, mm -hmm. IP's hebben ze gelanceerd. En uh, of die zijn straight-up geflopt... Ja. Of ze werden zo negatief ontvangen dat ze de, het... het uh, weet je, Skull and Bones is daar een goed voorbeeld van. Ja, ja daar moet uh, nog uitkomen. Ik heb ja. and Bones gespeeld op de E3. Weet je ja. hoe lang ik al niet op de E3 ben geweest? Nee, ja. Echt jaren. Ja. Dat betekent dat ik, ik heb die game vijf jaar geleden ja. gewoon nog gespeeld heb Bakken met geld, ja. En uh, ja, ik weet niet, het was gekild en nu is het er weer. Ja, omdat ze niks ja. anders hebben. Leuk, weet je. Maar het gaat geen... And Beyond Go Go Good Neville. 2 heeft, weer nog, zo, weer zo jaar, heeft nog drie jaar ontwikkelingstijd nodig volgens... Omdat volgens het gewoon stil is komen te liggen. Omdat ja. ze van ja we weten het niet, we weten het niet. De reacties zijn toch wel matig, weet je. Ja. We hebben ook die... Uh, ik weet, je had op een gegeven moment had je een snowboard game, Steep. Ja. Een beetje open wereld snowboard game. Zag heel erg tof uit. Ook op een E3 gespeeld. Ik vond het vet. Ik had er zoiets van lachen. Die game komt uit. Het uh, ja. is dus gewoon, ah, oké, okay, weet je. Tien minuten later, je speelt het een uurtje, twee uurtjes. Heb je zoiets van, ah, oké, okay, ik ken ja. het wel, weet je. Game is geflopt. En dat zie je gewoon steeds gebeuren. Dat al die creatieve projecten... Het um, lukt net niet. De laatste keer dat we dachten: van oké, okay, je komt het was bij For Honor. Mm -hmm. uh, leuk concept, maar ook okay. nooit nee. een gigantisch mainstream succes geweest. En dat. Um dat en ik bedoel, er zijn genoeg. Je hebt nog die 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 uh, hoe heet hij? Uh, uh, die was een mobile uitgekomen, door die zoon van Gmaal, volgens mij had die game gemaakt, die, die uh, MMO. Uh, um, ja, god, weet ik veel. Ook oh, nou, het, het was ook zo'n uh, battle royale game. Mm -hmm. Goed whatever, weet ik veel. Ik weet niet meer. Maar daar ga ik al, Ik weet niet meer hoe het heet, weet je? <laughs> er komt gewoon veel shit uit en uh, veel shit wordt geprobeerd en het lukt gewoon steeds niet. Maar koopt Tencent dus met het oog op de historie? Ja, die kopen de titels, die kopen de, de IP's. Oké. Okay. En ja, ik, ik, vind het heel ik, ik ben, ben heel benieuwd hoor, wat, hoe dit zich nu gaat uiten. Uh, uh, um, ja, Chinezen doen het niet voor niks, die zullen een plan hebben. Het is vaak ondergrond. Dus ik, ja, Ubisoft uh, zal zeker afspraken hebben gemaakt. Uh, ik zie ze af en toe ook weer gewoon in één keer, ruxigloos, ergens uitgaan. Gewoon in één keer. Dat is het toch Niet, Tencent? Zitten. ja, is ook al een bij een, een bepaalde game developer. Als het gewoon niet werkt, dan gaan, dan gaan ze er ook gewoon weer uit. Ja, het zou kunnen. Kijk, ze hebben er 300 miljoen in gestoken. Dat is voor Tencent natuurlijk niet het einde van nee, de. Wereld. Nee, nee, het, het zijn geen ideologische. Ze, ze doen het niet van we gaan, we gaan de, de gamewereld redden of zo. Nee, of, misschien, misschien is het ook dat ze gewoon Kijk, Tencent beheerst op een bepaalde manier de Chinese markt. Weet ja, je? dat zijn 1,2 miljard mensen. Weet je, daar zitten, weet ik veel, 2, 3, 400 miljoen gamers bij. Ik heb geen idee, maar ik ja. kan me voorstellen dat is, Stellen dat ze in stand staan, ja daarom. Dus uh, uh, buiten Tencent, eigenlijk buiten Chinese partner, kom je sowieso niet op de Chinese markt. Zeker. Als Westers ja. bedrijf. Dus je hebt Tencent nodig. Nou, da dat is de reden dat Tencent zoveel partnerships heeft. Ja. Uh, en dat is bijvoorbeeld ook de reden waarom Riot Games uh, zo'n deal heeft gemaakt, waar verkocht is aan Tencent. Ja. Omdat ze gewoon toegang willen tot die markt. En ja, wat dat betreft, uh, daarmee heeft Tencent wel echt een streepje voor bij bijvoorbeeld Microsoft. Microsoft kan niet regelen dat je games even in China Komen. Nee. dus ja het leidt misschien ook wel tot meer omzet weet je en is ongetwijfeld het... gaan we veel meer mobile games zien is het positief of dan negatief dit of ik vind het negatief omdat ja. ik uh, eerlijk gezegd uh, gewoon het idee heb dat uh, Ubisoft uh, dat we daar te maken hebben met een soort einde van een tijdperk Um, weet je, de, de, de Yves Kimo, het is een rare snuiter, maar hij heeft natuurlijk wel een fantastisch bedrijf opgebouwd, wat gewoon nu in verval aan het raken is. Zo ja. voelt het dat bedrijf moet zichzelf opnieuw uitvinden, en ik heb gewoon het idee dat deze generatie Ubisoft-managers dat niet kunnen. Um, ja, ze zijn niet de enige. Er zijn meer gamebedrijven die er exact hetzelfde voor staan. Ja. Maar uh, ja, bij Ubisoft, daar moet echt de bezem doorheen. En misschien dat het, dat het dan lukt om iets nieuws te bouwen. Maar om heel eerlijk te zeggen, ik bedoel, we hebben wel te maken met een olietanker die gedraaid moet worden. <laughs> en dan moet je hele ervaren, uh, creatief begaafde managers hebben. En ik ja. denk echt dat die zijn, als ze al bij Ubisoft gewerkt hebben, zijn ze al lang en breed hem gesmeerd. Mooi bruggetje, olietanker, naar het uh, volgende onderwerp. En dat is uh, wederom uh, de aankoop van Activision. Je weet het, de CMA, dat is de Britse mededingingsautoriteit, heeft zijn vraagtekens erbij gezet bij de aankoop. Want het zou kunnen leiden tot een monopoliepositie. Als bijvoorbeeld een Call of Duty uh, exclusief alleen op, een, uh, op de Game Pass of op de Xbox platformen en de PC zou komen. En niet bij PlayStation. Nou, daar hebben we het de vorige week uitgebreid over gehad. Um, het grappige is, zijn twee dingen gebeurd de afgelopen week. En dat is ook een beetje. Je kan dit op een gegeven moment... eigenlijk moet je een beetje ook gaan nadenken over van... we zitten nu echt, echt in de overgangsfase. De overgangsfase van de fysieke game op een gesloten systeem... zoals je dat altijd kent van... oké, okay, ik heb een PlayStation, dus ik moet een PlayStation game hebben... naar langzamerhand uh, uh, Games as a Service. Uh, het, 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 het abonnementensysteem van Game Pass. Dat is een hele andere manier van hoe je met games... Wat, wat een game moet kosten, hoeveel je erin kan investeren... hoeveel je ermee kan verdienen, et cetera, et cetera... Nou, er zijn een aantal bedrijven die... Uh, dus iedereen ja, moet zich gaan voorbereiden op de toekomst. En de ene doet dat wat soepeler dan de andere. Uh, het grappige is, uh, de CMA heeft eigenlijk alle uh, bedrijven uh, 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 gevraagd... Uh, uh, en dan moet ik even kijken of ik hier... Ja, hier heb ik het. Uh, alle bedrijven, uh, grote bedrijven die te maken hebben met gaming... Uh, gevraagd van, hé, hey, wat vind jij er dan van? Uh, uh, en het grappige is dat... Bijvoorbeeld een Facebook, wat ook een gigantisch. Ja, je moet meta zeggen, ik blijf, ik, ik blijf dat een rare term vinden. Eigenlijk. Eigenlijk zegt van jongens, dit, dit, wat, wat is hier aan de hand? Dit is vooruitgang, weet je wel. Er, er komt een nieuw systeem aan. De abonnementen, uh, service uh, Microsoft is daar gewoon eerder mee begonnen, heeft daar een voorsprong. Zo gaat het nu eenmaal. En um, verder rest, er is genoeg, zijn genoeg andere shooters, uh, genoeg andere games om uh, um, 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 voor PlayStation om zich op te storten. Dus het hele gelul over uh, dat uh, PlayStation niet zonder uh, Kot kan of dat er geen andere Kot-killer zou kunnen komen is bullshit. Er zijn genoeg bedrijven. Die het zouden kunnen maken als daarin geïnvesteerd wordt. Dus meta en eigenlijk alle andere bedrijven, kiezen of eigenlijk de kant van Xbox, of zeggen eigenlijk niet zoveel. Dus bijvoorbeeld de Nintendo zegt eigenlijk niet zoveel. En alleen PlayStation blijft daar uh, uh, tegen ingaan. En uh, die strijd was eigenlijk tot nu toe. Uh, vrij uh, zakelijk en dan moet ik even kijken. Maar is nu ook persoonlijk geworden en dan moet ik het even op de, op de juiste volgorde zeggen. Phil Spencer heeft een tijd geleden, en dat is dit stukje om uh, precies te zijn, heeft hij gezegd uh, in januari, uh, dat is dan januari 20. 22. Uh, we provided a signed agreement to Sony to guarantee Call of Duty on PlayStation with feature and content parity for at least several more years beyond the current contract. An offer that goes well beyond typical gaming industry agreements. En we weten nu hoe lang dat is. Dat is dus twee jaar zat er nog op het contract. En Phil Spencer heeft gezegd, en we doen er nog drie jaar bovenop. Vijf jaar lang mm. is Call of Duty vanaf dag 1 op de PlayStation beschikbaar. Dat was het aanbod wat Phil Spencer heeft gehad en Phil Spencer vond dat een een uh, een fair aanbod. Uh, sterker nog, het, het was veel meer dan uh, uh, de de gamesindustrie eigenlijk uh, gewend uh, was om te geven. Jim Ryan uh, heeft eigenlijk niks gezegd en hij heeft nu wel wat gezegd en hij zegt, dit offer was inadequate on many levels. Uh, en hij zegt dat even rechtstreeks. I hadn't intended to comment on what I understood to be a private business discussion. Het is niet een leuke discussie tussen die twee. But I feel the need to set the record straight because Phil Spencer brought this into the public forum. It's, it's, it's so okay, als hij nog gaat beginnen, dan wil ik er ook wat over zeggen. Microsoft has only offered for Call of Duty to remain on PlayStation for three years after the current agreement between Activision en Sony Ends. After almost 20 years of Call of Duty on PlayStation, their proposal was inadequate on many levels and failed to take in account of the impact on our gamers. We want to guarantee PlayStation gamers continue to have the highest quality. Quality, quality, experience en Microsoft Proposal undermines dit principle. Ik had toen ik dit las een klein beetje huilie-huilie. Nou ja, <laughs> tuurlijk is het huilie-huilie. Want uh, uh dit geeft aan. Ik vind het heel interessant dat hij zo uh, zichzelf aan de kaart laat kijken. Maar echt hoe belangrijk Call of Duty ja. voor PlayStation is. En uh, zij hebben zoiets van ja, drie jaar. Uh, dat is een dat is kort, zegt hij. Ja, vijf jaar in totaal. Dus. Toch? Maar wat, wat zegt ja. hij ook? Hij zegt ja, want jullie houden geen rekening met de impact die ja. uh, de serie heeft op onze gamers. Is, ja. Met andere woorden, ze houden geen rekening hoe mee hoe belangrijk Call of Duty is voor PlayStation, ja. voor de PlayStation-business. En om heel eerlijk te zijn. Ik had niet gedacht dat uh, iemand als Jim Ryan, die CEO is van de ja. PlayStation, dat hij zou zeggen van dat hij zich in de is laten kijken en zich zo uh, um, zou laten kennen en zou zeggen van ja nee deze business ja. is zo belangrijk voor ons. Microsoft uh, of uh, sorry, uh, Microsoft maakt het kapot. Ja. En ja, blijkbaar uh, doet hij dat nu dus wel, wat ik ontzettend van hoopig vind overkomen. Ja. Het is, uh, het is vreemd. Ik, ik blijf erbij. PlayStation heeft zijn succes te danken aan hun eigen titels. Mm -hmm. En het erge is... dat zijn ze nu zelf om zeep aan het helpen. Ja. Weet je, aan de ene kant... doordat Naughty Dog veel te belangrijk wordt... die hebben al de last van twee opgefokt. Ja. Die komen straks nog meer woke bullshit aanzetten. Uh, wat leuk staat in de media... maar wat niemand wil spelen. Um, uh, vervolgens hun... Uh, 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 die, die soort van... schiereindeloze rij aan nieuwe succesvolle IP's... die ze weten te lanceren. van uh, Weet je, Days Gone. Mijn lieveling blijven het noemen. Maar ook bijvoorbeeld Ghost of Tsushima. Uh, uh, um, nou goed, weet je, uh, nog een paar... Ja. Uh, 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 yeah. Ik, ik, ik had ik wat dev trending noemen, maar ik weet niet ja. wat ik nou zo'n succesvol <laughs> IP is. Nee, is maar ook anyway, wel afgestoten, ik ja. bedoel, maar wel uh, uh, steeds weer vernieuwende shit. En ja. dat is Sony altijd geweest. Die waren aan het vernieuwen. En die hadden wel een soort focus van: oké, okay, wat is succesvol? En nu zie je opeens van: ja, dat hebben we allemaal gedaan, Het leuk en aardig. Maar nu gaan, beginnen we opeens uh, te klagen dat uh, Call of Duty zo belangrijk is. En ik heb gewoon zoiets van: luister, ja. mensen kopen die PlayStation dus blijkbaar niet voor al die creatieve projecten die je hebt. Want dat zien we ook aan het feit mm -hmm. dat die nu gekild worden door uh, onze grote vriend uh, Herman Hulst, die ja. nu directeur is bij uh, PlayStation Worldwide. Uh, of Sony Studios Worldwide. En uh, um, uh, weet je, dus die worden gekild. En nu dit gehuil over Call of Duty. Ik heb zoiets van, wat, wat, wat is die PlayStation Business waard dan? Ja, nee, nou, het was natuurlijk altijd al wel bekend dat uh, de third, ja, third-party games Verreweg het, het, het grootst waren op de PlayStation en dat, hè, dat hebben we vaker ook al uitgelegd. Als je vrienden het hebben, dan heb jij het ook. En mm -hmm. PlayStation was gewoon het merk X, Xbox. Was eigenlijk nooit had nooit die status als een PlayStation. Weet je, ik bedoel, het is echt wel goed geweest met de Xbox 360. En het waren dan de hardcore gamers die op een gegeven moment op technisch vlak en de mogelijkheden zagen van hé, hey, maar dit, dit, dit zit beter in elkaar, dat en dat. Maar voor de gemiddelde gamer die daar niet zo invested in was, was het gewoon hé, hey, je hebt PlayStation. En je hebt Nintendo. En Nintendo is wat, misschien wat meer voor dat soort games. En als je FIFA wil spelen en Call of Duty en je wil racen... dan, dan koop je gewoon een play. Dat was a ABC'tje. Daar hebben ze ongelooflijk veel geld mee verdiend. Alleen nu in één keer, bam, is daar gewoon een hele nieuwe werkelijkheid. Een nieuwe werkelijkheid in dat games as a service komen. Uh, het streamingmodel uh, van, 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 van Xbox. En in één keer gewoon een partij die zegt... oké, okay, maar nu gaan we fucking ook all-out. Dan gaan we gewoon geld uh, erin gooien. En we komen met een Game Pass en we kopen Activision over... En het grappige is, ik heb nu ook een, een aantal analisten hebben ook gezegd van, maar wat Phil Ryan hier zegt, is, is Phil Ryan, Jim Ryan hier zegt, is totale bullshit. Vijf jaar garanderen dat een game die van jou is, ja. op jouw platform kan, is buitengewoon ruimhartig in deze business. Absoluut, buitengewoon ja. ruimhartig. Sterker nog, Phil Spencer zegt nergens dat het daarna afgelopen is. Hij, dat, dat doe je ook niet. Je gaat niet zeggen voor de komende twintig jaar is. Het, je weet, het, 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 het is ook nog eens een keer die vijf jaar is het, zeg maar een soort van cyclus. Hè. Dat is de PlayStation. Maar dat 5 het effect cyclus. ga je nu al merken. Want mensen kopen een nieuwe console ja. voor de komende vijf jaar. Of jaar. Dus die hebben zoiets van oké, okay, misschien kan ik Call of Duty volgend jaar nog wel spelen, maar uiteindelijk gaat die exclusief naar de Xbox nee. toe. Dus laat ik maar een Xbox Series X kopen. Maar een ander ding, dat vind ik heel interessant. Ik weet niet of je dat kan herinneren, maar toen ik voor het laatst op de E3 was. Ja. Wat dus vijf jaar geleden was ongeveer. Ja. Um... Toen kwam ik uh, Rami tegen. Ja. Uh, Rami Esmael. Uh, 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 oprichter van Flambeer. Ja. Uh, le uh, goed legendarisch in studio. Hij is ook... Uh, uh, een Op een gegeven moment was hij een beetje de, de woordvoerder... voor de indie-ontwikkelaar. Mm -hmm. uh, en toen kwam die, die indie-industrie... was heel erg zwaar in opkomst. En er waren allemaal jonge gasten die niet genoeg wisten... van de zakelijke kant van videogames. En Rami die was tijdens bezig om zijn netwerk in te zetten... om die gasten te helpen. En om ze te, uh, te helpen deals te sluiten met Sony onder andere. Nou, ik kwam Rami tegen... Op die E3. En uh, het huilen stond hem nader dan het lachen. Uh, uh, ik, ik, ik overdrijf niet ik zeg dat de tranen bijna in zijn ogen stonden. En hij was zichtbaar aangedaan. En hij zei van, ja, ik kom net bij een meeting vandaan bij uh, Sony. En Sony gaat stoppen met het indie uh, label mm -hmm. van, uh, van, van, van PlayStation. Ja. En toen had ik echt zoiets van, waarom is hij daar zo... Uh, waarom is dat zo'n big deal mm -hmm. en het interessante van wat er toen gebeurde en ik heb er nog best wel lang over na zitten denken van waarom um, waarom zijn die, stu die, die die partijen die uitgeven weet je die platformen weet je we hebben het Nintendo zien doen Microsoft zien doen Sony eerst is van arme Wagen wij het open voor al die indie-studio's. Vervolgens halen ze zich ook een bakprobleem op dan, Want het zijn allemaal heel onervaren uh, uh, kids die daar games gemaakt hebben, die vervolgens helemaal geen continuïteit kunnen waarborgen. Of weet ik veel. Misschien een studio, een development proces. Whatever weet je, het zijn allemaal aannames die ik door. Ik weet niet of dat zo is. Maar goed, ze komen erachter dat het gewoon een boel gezeur is om uh, al die indies uh, aan boord te houden. En op een gegeven moment gaat er een streep door en hebben ze iets van fuck het. Maar wat wil het nou? In die sector zit de creativiteit. Mm -hmm. Dat is waar de vernieuwing vandaan komt. En natuurlijk zijn er. Tien, uh, uh, indie start-ups met leuke ideeën die niet uitgevoerd worden, waar het niet lukt om het uit te voeren. Maar daar voor elke tien van die bedrijven zijn er wel één of twee die wel iets fantastisch neer kunnen zetten. Ja. Nou, en dat is natuurlijk de, dat is waarom je investeert in, in dat indie ding. Dus toen Rami zei van nou, ze kappen ermee, dat wil zeggen dat ze klaar zijn met investeren in innovatie. Mm -hmm. Wat er daarin tegen, of wat er, wat er uh, vervolgens gebeurde, was dat Sony uh, ging inzetten op die grote triple AAA-games. Ja, dat en, is volgens mij ook. Het moment dat die ene baas weg is gegaan. Ja, dat klopt. En, maar Waarvan dat... hij nog steeds niet mag zeggen waarom. Omdat hij. Daarvoor? Nou ja, daarvoor, omdat er gewoon een Excel-sheet manager daar naar boven is gelopen, naar de bovenste verdieping van het Sony-hoofdkantoor. En heeft gezegd: van, Het is allemaal leuk en aardig film met die spelletjes, maar nu willen we onderaan de streep wil ik gewoon dikke, vette uh, cijfers zien. Weet je, ja. kunnen jullie dat doen de aankomende drie jaar? Dan zul je mij hier niet meer zien. Als je, het, als je het niet goed doet, kom ik weer langs en dan neem ik een bijl mee. <laughs> dat is wat hij gezegd heeft. Ja. En dat zie je nu wat er gebeurd is. En daarom kon Herman Huls vervolgens aan de slag. En uh, uh, weet je, krijgen we de, 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 de derde. Remake van een fucking 11 jaar oude game uh, uh, te zien. In mm -hmm. plaats van dat er uh, geëxperimenteerd wordt met nieuwe shit. Ja, en dat en daarmee, en, en dat is Sony aan het doen. En vervolgens komt Microsoft komt links binnendoor gereest met Game Pass. Wat een groot succes blijkt te zijn. En Sony is nu in totale paniek. Want ze hebben het geld niet om een Game Pass concurrent op te zetten. Ze hebben de creativiteit niet om op titelbasis te concurreren straks met wat Game Pass gaat worden. En de AAA zijn ze ook kwijt. Kijk maar wat hier gebeurt. Het grappige is, want daar gaat het uiteindelijk om: van iemand dat vond ik heel leuk. Iemand tweette... PlayStation Nintendo are the only companies that left to care. ...to provide actual games people want to play. Dat is heel erg wat Jim Ryan zegt. van uh, met, met de gamepass en zo... daar kunnen wij niet meer de games maken... ...die, die iedereen wil spelen, blah, die, blah. Wij zijn er voor de gamers. Uh, daar komen wij van op uh, als Call of Duty. De PlayStation gamer moet gewoon... ...de perfecte Call of Duty experience kunnen krijgen. Die kunnen we nu niet bieden. Uh, nee, zegt Colt Eastwood... ...wat ook uh, zo'n analist is die ik vaak volg. PlayStation Nintendo are the only companies left... ...that refuse to provide games to the masses. Yes, they dabble in PC en mobile... ...but the core experience have been locked on the waste side... To one piece of plastic. Wat, wat hij eigenlijk zegt en is van. Uh, Jim Bryan zit vast aan, aan zijn eigen ecosysteem. Namelijk dat alles op die PlayStation moet worden geko ge gekocht. Maar zeggen dat het niet voor de gamers is. Of dat het slecht is voor de PlayStation. Het is niet slecht voor de PlayStation gamers. Want die kunnen namelijk gewoon een Xbox kopen. Sterker nog, die hoeven helemaal niks meer te kopen. Die gaan gewoon straks lekker op de X-cloud spelen als ze willen. Ja. Tegen een lager bedrag. Dan die fucking 80 dollar die je moet betalen voor uh, Call of Duty in totaal. Dus. Het is niet maar, zo. En tel daarbij op dat we aan de vooravond staan. Van, ik blijf dat zeggen. Ik kan ja. het niet ja, nagenoeg. De, de, de crisis, uh, nou, ja. Van een gigantische crisis. Ja. En die crisis gaat met name plaatsvinden. In Europa in eerste instantie, in tweede instantie in Japan en in derde instantie in Amerika. En wat is nou precies de uh, afzetmarkt de, de, de afzet ja. van PlayStation? Die drie territories. En dat uh, daarom ook uh, China, interessant. Overigens denk ik dat China ook met die crisis te maken heeft. Mm -hmm. Omdat het zo'n ja, nee. zo ander soort uh, land is uh, qua, uh, qua totalitaire uh, mm -hmm. bestuur. Uh, denk ik dat ze misschien andere oplossingen kiezen, maar hoe dan ook, uh, die, die, die key territories voor PlayStation die gaan onder druk komen te liggen. Ja. Dus ik vraag me af gaat Sony zo'n uh, volledige, la, laat ik zo zeggen, Sony gaat zo meteen 50-60% van zijn business in moeten leveren, gewoon alleen al op basis van die uh, van die crisis die eraan aan ja. gaat te komen. Nou ja, wat betekent dat voor hun development? En als ze ja. ook nog eens een keertje niks goed kunnen maken met hun met, met nieuwe creatieve IPs, wat ga je dan krijgen? Het is echt, het wordt een bloedbad. Nee, nou, maar dat is het. Ik denk dat zij... Uh, uh, tuurlijk hebben zij ook wel gezien dat uiteindelijk de, de, de industrie richting... Hè, dat, dat, de, de Game Pass-achtige modellen zouden gaan. Maar dat ze nooit hadden verwacht dat dit zo snel zou gaan. En ze zijn nu een beetje ook met met, 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 met die uh, met de chip tekort. En dat ze denken, alles komt nu bij elkaar. En in één keer hebben ze nu een noodsituatie. En als je leest naar wat... Mensen die daar gewoon hebben, kijk op social media heb je de fanboys die zeggen nou, Jim heeft gelijk en die zeggen, Phil heeft gelijk. Ik, ik kijk dan toch liever naar afstandelijk uh, ja. uh, meer mensen. Gewoon de, de economen en die zeggen van dit, dit is bizar. Dit, dit, dit je geeft inderdaad gewoon aan van dude als 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 Call of Duty niet meer bij ons is dan hebben wij echt een megaprobleem. IE kijkt hier ook naar die denkt fucking hell. mijn FIFA nog zo'n belangrijke game of madden. Uh, zit Sony er zo in? Oké, okay, dat is niet zo relaxed, weet je. Ik bedoel, dit, dit, dit. Hij heeft geen poot om op te staan. En er is geen één bedrijf. Ik gaf al meten. Geen één groot bedrijf die zegt van Sony, je hebt, je hebt een punt, man. Laten wij gewoon samenwerken. Want nee, dit, maar dit moet niet kunnen. Want wat het namelijk is, het is gejank. Ja. En het is, hij is, hij is een slachtoffer aan het spelen. Ja. En als je dat ballen. Ik van PlayStation nooit verwachtte. Nee, PlayStation kan... was altijd de bully. Ja, nou, altijd precies. De en nu zijn ze een soort van jankende slachtoffers. Ja. En het uh, stomme is. Als ze zo weet je, ze waren toch altijd de bully? dan haal je portemonnee uit je broek en koop Activision zelf. Ga niet lopen dat, janken. Dat, als, die, ook, ja. als Call of Duty daadwerkelijk zo be en ik zeg niet dat ze dat hadden moeten doen, hè. maar <laughs> als Call of Duty daadwerkelijk zo belangrijk is voor, ja. het voor het bestaan van PlayStation, dan moet je niet janken en had je zelf die 80 miljard. Is dat dan dan, dan dan toch de arrogantie van dat ze dit nooit hadden zien aankomen dat 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 Microsoft zomaar in één keer uh, zoveel miljarden uit de, uit de broek trok om dat te doen. Nou, dat hadden ze kunnen zien aankomen. Maar, maar het rare is, Sony heeft niks zien aankomen. Nee. Ze hebben de supply line problemen niet zien aankomen. Die heeft Microsoft wel zien aankomen. Ja. Microsoft heeft een hele tijd geleden al geïnvesteerd... in een fabriek in Mexico. Ja. Waarom? Omdat ze gewoon problemen zagen... Ja. Met, ja. Uh, met, met, met de toevoeging vanuit China. Uh, vervolgens uh, kun je hetzelfde zeggen van, van hun development proces mm -hmm. En het, uh, de manier waarop Game Pass inspeelde op de co uh, coronasituatie bijvoorbeeld. Daar heb ik zoiets van, ik weet niet, maar Microsoft um, is, is wel erg goed voorbereid mm -hmm. op wat er steeds gebeurt. Ja. En um, je zou zelfs daar een soort van conspiracy op los kunnen laten. Want, <laughs> uh, nee, maar het is serieus zo dat Bill Gates natuurlijk nog altijd uh, grote aandeelhouder is in Microsoft. En ja. ontzettend veel belang daarbij heeft. En Bill Gates zit helemaal tot aan zijn nek in de coronacrisis. Ja. Die heeft... Dat misschien wel zien aankomen. Misschien was hij wel betrokken erbij. Hoe ja. knows, weet ik veel. Maar in ieder geval, economisch gezien, door de lens van een wereldwijde pandemie. met de economische collapse die daarop volgt. Ja. Dat uh, uh, doorrekenen. De, die vier stappen vooruitdenken in je schaakspel. Uh, en dat vervolgens toepassen op een bedrijf met de schaal van uh, Microsoft. Ik weet niet, maar dat is. Dat doet. Er zijn weinig bondwillens die je dat nadoen. Ja. En ik denk dat uh, Jim Ryan zich gewoon realiseert dat PlayStation zo meteen schaakmat uh, staat, als ze niet echt een konijn uit een hoog hoed over en dat moeten ze nu gaan doen. Dus nu moeten ze of als een ja. de indies weer aan boord gaan halen. Nou, ik vraag me af in hoeverre ja, uh, die dat nog willen. Mensen zeiden ook fijn hebben ze zouden nu Square kunnen kopen. Als zij nu Square kunnen kopen, maar dat is niet genoeg. Hey, genoeg. Oké, okay, maar dan nog doen zij, dan gaan ze weer, straks hetzelfde doen. Waar ze Microsoft nu van beschuldigen. Dat, dat is nu het probleem wat ze hebben geschapen. Zij hebben nu het probleem geschapen dat games niet meer exclusief kunnen gemaakt worden, want dat is huilie huilie. Dus op het moment als zij nu ook iets gaan kopen, want ze doen hetzelfde ook met Final Fantasy, dat weet ik wel. Als core, of, is die is game zo zou morgen ex als zij nu EA zouden kopen, dus een FIFA morgen exclusief voor, ja, maar dat, de Playstation. dat is het. Dus zij zouden zelf ja. veel, veel harder zijn dan dat Microsoft. En, en ze, hebben, ze hebben de oplossing, hebben ze gewoon thuis liggen. Dat is namelijk gewoon Call of Duty, gewoon gratis maken via PlayStation Premium. Activision maakt geen bal uit als ze betalen, betalen ze dan moet je inderdaad poepel optrekken. Dan blijven de mensen echt wel op de PlayStation ja. zitten. Afgezien dat die er misschien te weinig is, maar, uh, maar di dat dit is weird. Maar, maar dat is interessant. Maar Hij zit vast aan dat oude model en natuurlijk het met hand en tand. We zijn verdienen tegen de 20 dollar per verkochte exemplaar, op ja. de PlayStation als zij dat we vervolgens gaan weggeven hoeveel exemplaren zijn er? Ja, daar nee. Van, er worden volgens mij per jaar worden er weet ik wel, 50 miljoen stuks verkocht van 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 Call of Duty games. En de Microsoft sections hè? Daar, dat, krijgen we ook, da, daar, dan, daar krijgen ze ook een percentage ook nog, van. Ik, dus dat, nee, dat het gaat is echt om heel erg veel geld. Gaat dus, heel veel geld ja. Dus dat, maar goed. Die hoef je niet kwijt te zijn als je die game uh, weggeeft op. Uh, nou, maar dat is het. Dat is dat. Bedoel, precies wat je zegt. Als je altijd een bully bent geweest, want ze stonden vooraan als Microsoft een flopper maakte of iets fout deed. Bam, dan smeren ze het er keihard in. Nu worden zij gewoon keihard gepakt. En in plaats dat ze dan gewoon tough zijn en zeggen van oké, okay, fuck, die gasten zijn gewoon fucking goed bezig. Hoe gaan we dit aanpakken? Wij moeten met, een, wij moeten met onze eigen monster move komen. Dat kan zijn dat ze zeggen van oké, okay, dude, deze strijd gaan we niet winnen, maar wij gaan gewoon een Nintendo worden. We gaan trots worden op onze IP's, weet je wel. We gaan, we gaan het een beetje herrijken. Of dat ze iets anders tof doen. Maar dit, um, ja, ik bedoel, sterker nog. En dan is het letterlijk, zegt iedereen in de industrie, vijf jaar is Ongekend. Geen enkele bedrijfsvoerder directeur zal ooit zijn IP, die super succesvol is, die, waar die goud mee in handen een deal sluiten met een groot, met een grote concurrent voor vijf tot tien jaar. Dat 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 krijg je door geen enkel raad van bestuur heen. Dus wat dat betreft is Phil Spencer hier ook eigenlijk ook weer de winnaar. Van ik ben gewoon vrij ruimhartig, want ik wil helemaal. Hij hoeft ook niet als mensen maar lekker gaan spelen. Uh, uh, waar het is, het geld komt toch wel binnen. Uh, laat het maar komen. En um, ja, bizar. Biz bizar. We gaan dit volgen. Want dit gaat absoluut nog vele weken, maanden uh, doorspelen. Eindigen we even met um, Cyberpunk. Nou, jij hebt hem gespeeld. Uh, Boris, uiteindelijk op de PC had jij hem gespeeld. Ja. Ik heb hem geprobeerd op de PlayStation 4 en de Xbox. Uh, um, uh, dat werkte volgens mij. Ja, dat was. Uh... Uh, op de Xbox, uh, Dries, uh, de Xbox S heb ik hem uiteindelijk helemaal uitgespeeld. Ik vond het een hartstikke leuke game. En na een aantal jaar is dan al eindelijk. Tadaa, de beloofde DLC. Ja. Uh, twee addertjes onder de gras. Ten eerste, uh, hij komt niet uit op de PlayStation 4 of de Xbox One. Nou, is dat een verrassing? En het is ook meteen de laatste DLC die ze gaan maken. Want. Het lijkt erop, ze willen zo gauw mogelijk van deze ellende af. Ja, nee, maar ik kan me ook voorstellen... Maar dat is pijnlijk, hè? Dit, ja, dit, 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 is, dit was een van de gedoodverfde grote budget uh, kaskraken. Maar het is ook, ook voor al die mensen die een PlayStation 4 en Xbox One uh, hebben gekocht. Niet uh, hebben gerefund, maar gewoon zoiets hebben gehad van... Oké, okay, ik, ik back jullie. Krijg je nu nog even een trap na van... Nou, die DLC komt gewoon niet naar jullie toe. Ja. Ja. Nou ja, dat maar inderdaad. Kijk, CD Projekt Red heeft zich gewoon ontzettend verslikt in uh, cyberpunk. Ja. Um, en ik denk dat, dat die, die IP is nu voor altijd bezoedeld. En het is dood en dood en doodsom. Denk je dat er nog ooit een vervolg komt? Nou, misschien een soort, uh, misschien een soort cult revival ervan ja. over tien jaar of zo. Ik de weet remaster, niet. Maar. Ja, zoiets. ja um, pijnlijk. Goed, volgende week, nieuwe Show.